Welkom bij Wout of the World. En in de vorige aflevering zag je al hoe we Oman verruilden voor Afrika. We zijn namelijk op de eilanden van Kaapverdië. En we begonnen al prachtig op het eiland Sal. En dat was geen verkeerde kennismaking. Met onze kleine jeep zagen we natuurwonderen en haaien. En nu zijn we doorgegaan met de boot naar het volgende eiland, Boa Vista. Die veerboot doet er zo'n 3 uur over en kost maar iets meer dan een tientje. Op het eiland Sal werden we uitgenodigd om te verblijven bij het kleine Nederlandse bedrijfje genaamd Bobby Was Here. Ze hadden daar fantastische appartementen en hier op Boa Vista is het niet anders. Maar we zijn uitgenodigd om te verblijven in dit appartement hier achter mij. En we kijken uit over de prachtige blauwe baai van Sal Rai. Ik laat jullie het appartement en het prachtige uitzicht zien. Boa Vista betekent mooi uitzicht en het gaat dan meestal over prachtige witte stranden met mooie blauwe baaien. Overal op Boa Vista zijn dit soort stranden te vinden. En meteen in de hoofdstad, in Sal Rai, vinden we het mooie Praia Estoril. Het zit gewoon voor onze deur. Vlak voor ons appartement kijken we uit op het onbewoonde eiland van Sal Rai. En qua stranden is dit echt een paradijs. Ook voor surfers. Het eiland Boa Vista is nog een stukje groter dan het eiland Sal waar we hiervoor op zaten. En daar hadden we zeker een auto nodig om alles te zien. Een 4x4. En die hebben we ook dit keer gehuurd, want ook op Boa Vista zijn een heleboel kleine zandweggetjes, mooie duinen en zelfs een echte woestijn. We rijden langs Praia de Chaves naar de oude hoofdstad Rabil. Een slaperig stadje waar de tijd compleet heeft stilgestaan. We besteden vandaag de rest van de dag op het meest relaxte plekje van heel Boa Vista. En dat is het strand genaamd Praia Carlota. Het is een beetje een soort surf/hippie hangout. Eigenlijk een heel dorpje op het strand. Deze bar heet Mora Beza. En dat is de term voor de openheid en de vriendelijkheid van de Kaapverdianen. Hun levensmotto. Een nieuwe dag en we gaan op stap met Nobody Tours. Vandaag brengen we onder andere een bezoek aan de noordkant van Boa Vista. En daar vinden we Praia Atalanta. Een strand dat echt een icoon van Boa Vista werd in 1968. Omdat hier een schip aanspoelde van niemand minder dan Spaanse dictator Franco himself. Het was tijdens de Spaanse crisis met allerlei luxe goederen aan boord. Dus je kunt je voorstellen dat het echt een stukje geschiedenis is. Hij ligt er al 50 jaar. Wauw. Onze vrienden
vriendelijke chauffeur Eddie kent de wegen het beste en neemt ons mee door de woestijn. Dit is toch waanzinnig, net de Sahara. We zijn nu helemaal naar het zuiden gereden, het allerzuidelijkste puntje van Boa Vista, daar ligt het allermooiste strand. Dat is Praia Santa Monica en toevallig is het deze maand nog verkozen door het blad Travel Leisure tot de mooiste 10 stranden van de wereld. Zegt dus wel wat. Het uitzicht van bovenaf laat de mooiste kant van Boa Vista zien. Voornamelijk onbebouwd en ongerept. Voor ons tweede appartement op Boa Vista verhuizen we een klein stukje omhoog langs de westkust naar Praia Cabral. En ons appartement kijkt uit over een fantastisch uitzicht en het heeft een superzwembad. De hoofdstad Sal Rei betekent letterlijk zoutkoning, zo genoemd door de Portugezen vanwege het gigantische zoutmeer achter de stad. En dat bekijk ik van bovenaf. Ondanks het toerisme woont in Sal Rei het grootste gedeelte van de bevolking in sloppenwijken. Er doorheen lopen is ongevaarlijk en de moeite waard. De mensen zijn er heel gastvrij, open en vriendelijk. Recht tegenover ons nieuwe appartement vinden we een van de mooiste gebouwen van heel Boa Vista. Het is een kerkje genaamd Nossa Senhora de Fátima. We kunnen er vanaf hierheen lopen aan het einde van het strand. En vroeger was het een ruïne, maar in 2015 hebben ze het helemaal gerenoveerd. Dus we gaan even kijken. Kijk, zo kun je je zondag nog eens goed besteden. Wat een fantastische locatie. Op naar ons lokale tentje Café Criolla. Bier voor een euro. Ons avontuur op Boa Vista en in heel Capverde zit er bijna op. Maar de laatste nachten brengen we door in Hotel Uriel hier in Sal Rei. En dat is toch wel letterlijk even een hoogtepuntje. Check het uitzicht. Met een jacuzzi op het dak is het plaatje helemaal compleet. Relax. Vanavond keren we terug naar mijn favoriete beachclub. Dat is Morabeza op Praia Carlota. Vanavond hebben ze namelijk Reggae Night elke maandag met een groot kampvuur en live muziek.
Na de spetterende vuurshow op het strand pakken wij ons laatste ontbijtje en vliegen we door naar de stad van de liefde. Want via Parijs vervolgen wij ons avontuur naar de Franse Antillen. Blijf ons volgen als we dit jaar de hele wereld rondreizen. Tot snel!